Graag wil ik het openingswoord laten doen door een man die erbij was bij de start in 2018. Het is de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het woord is aan Wouter Kolmees. Dames en heren, vandaag is het een hele feestelijke en ook bijzondere dag. Want u viert de duizendste duurzame plaatsing die het samenwerkingsverband Werk in Zicht tot stand heeft gebracht. Duizend mensen in Groningen en Noord-Drenthe die een steuntje in de rug nodig hadden om aan het werk te komen. En die dankzij deze samenwerking tussen de gemeente, provincie, sociale partners en de ROC's en met financiële ondersteuning door mijn ministerie, nu daadwerkelijk duurzaam aan het werk zijn. In banen en in functies die voortvloeien uit de aardbevingsschade in Groningen. Het mes snijdt zo aan twee kanten. De betrokken werknemers krijgen een kans op de arbeidsmarkt en dragen bij aan het herstel van de aardbevingsschade. En ik vind het een prestatie van formaat. Zeker als je bedenkt dat de omstandigheden het afgelopen jaar door corona extra moeilijk waren. Prestatie kortom waar u trots op mag zijn. Dames en heren, voor mij persoonlijk is het ook een bijzonder moment. Want ruim drie jaar geleden, op 5 maart 2018, ondertekende ik het convenant, het Duizendbanenplan Aardbevings tegen Groningen, met u. En nu heb ik de eer, ook al is het digitaal, met u te vieren dat het doel is gehaald. En dat is echt bijzonder. Want zo vaak overkomt het je niet als minister dat je binnen een kabinetsperiode zowel bij de start als bij de succesvolle afronding van een project aanwezig bent. En bij de ondertekening van het convenant zet ik als rechtgeaarde Rotterdammer naast mijn handtekening geen woorden, maar daden. Nou, daar weet u in Groningen heel goed raad mee, constateer ik met vreugde. U heeft de woorden uit het convenant omgezet in klinkende daden. En sneller nog dan afgesproken, want de 1000banen deadline was eigenlijk het einde van dit jaar. En dit soort positieve voorbeelden zijn ontzettend belangrijk. Want te veel en te vaak lukt het niet of onvoldoende om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan de slag te helpen. Dat was voor corona al zo en dat is er sindsdien niet makkelijker of beter op geworden. Het is wat mij betreft ook een belangrijk punt van aandacht voor het volgende kabinet. Dat straks het herstel van de coronaschade ter hand zal moeten nemen. Een mooi voorbeeld als hier in Groningen helpt dan om elders ook de handschoen makkelijker te kunnen oppakken. Daden spreken luider dan woorden. En u laat zien wat er kan worden bereikt als alle partijen elkaar weten te vinden. Vooral binnen de regio, maar ook tussen de regio en het Rijk. En dit project levert bovendien niet alleen de beoogde resultaten op, maar ook de beproefde werkwijze en de samenwerking. En hou die vast na het project. Zorg dat de partijen, de arbeidsmarktregio's in het noorden en de rest van Nederland kunnen profiteren. Dank voor uw aandacht en dank voor uw prestatie. Mooie. Krachtige en heldere woorden van de minister Wouter Koolmees. Ik praat erover verder hier in het Kielzog met twee mensen die links van mij staan. Carolien Doesburg, projectleider van het banenplan, En Ernst Ottens, directeur van werkplein Ability. Fijn dat jullie er zijn. Uh, 2018, Wouter Koolmees, je refereerde er al even aan, Carolien. Toen ging het, uh, toen ging het van start. Uh, een, een groot succes, noemt Wouter Koolmees het. Hoe is het? Voor jou geweest als projectleider van het plan, die afgelopen drie jaar een rollercoaster? Nou ja, best wel een rollercoaster, maar ook wel heel positief. En we hebben natuurlijk veel dingen meegemaakt, en ook de corona, maar ja, we zijn gewoon niet van pad afgeraakt, zeg maar. We zijn gewoon doorgegaan. En uh, met de hulp van natuurlijk heel veel opleiders en andere partijen in de regio. Ja. Ja, en dat heeft bijgedragen, ook de werkgevers, die, die bleven toch ook de mensen aannemen. Dat, ja, daar is het succes aan te danken. Dus eigenlijk aan iedereen die mee geholpen heeft. Hertz, jij bent van uh, Werkplein Ability. Uh, in 2018, toen was het uh, zo dat Wouter Koolmees zei, geen woorden, maar daden. D dat is ook heel duidelijk gebleken, hè, die afgelopen drie jaar? Ja, dat is uh, inderdaad heel duidelijk gebleken. En daar ben ik zelf ook heel blij mee, want het gaat uiteindelijk om het uh, resultaat. Ja. En uh, dat geen woorden, maar daden, dat past ook wel een beetje bij uh, de arbeidsmarkt Groningen. En wat, wij willen ook heel graag resultaat halen, dus we zijn ook heel blij dat we dat resultaat ook behaald hebben.